Als u een lekke band hebt, parkeert u de auto uit de buurt van het verkeer op een vlakke, niet gladde en stevige ondergrond. Activeer de parkeerrem en kies een versnelling. Als u langs de kant van de weg moet blijven staan, is het belangrijk dat u de andere weggebruikers waarschuwt via een gevarendriehoek. Het reservewiel zit in een houder onder de achtervloer van de auto. Haal eerst de gereedschapsset uit het opbergvak achter de klep in de voetenruimte van de voorpassagier. In de set zitten een wielsleutel en krik. Draai deze moer los om het reservewiel vrij te maken. Pak deze handgreep om de houder los te haken. En verwijder het reservewiel. Haal het wiel weg. Draai eerst de bouten van het wiel los, maar laat ze nog even zitten. Pak vervolgens de krik en plaats deze zorgvuldig onder het kriksteunpunt dat het dichtst bij het betrokken wiel zit. Begin de krik handmatig te draaien en let erop dat de kop correct in het kriksteunpunt zit. Draai de hendel een paar slagen om het wiel van de grond te tillen. Nu kunt u de wielbouten helemaal losdraaien. Verwijder het defecte wiel. Plaats het reservewiel op de naaf en draai het wiel om de bevestigingsgaten van het wiel in lijn te brengen met de naaf. Plaats de bouten terug en draai ze iets aan. Zorg dat het wiel mooi vlak tegen de naaf ligt. Laat de krik zakken. Zodra het wiel op de grond staat, haalt u de bouten stevig aan. Nu moet u alleen nog het defecte wiel in de bagageruimte plaatsen. Berg het gedemonteerde wiel met het ventiel omlaag in de houder op. Pak deze handgreep om de houder weer vast te haken. Draai de moer weer aan met de wielsleutel en zorg dat de moer stevig is aangedraaid. Maar als u rijdt met een reservewiel op de auto, moet u zich houden aan de snelheid die op het etiket op het wiel wordt vermeld. Denk erom dat het reservewiel alleen bedoeld is voor tijdelijk gebruik en zo snel mogelijk moet worden vervangen.